Frenemy, is dat een begrip wat Drupal WordPress ongeveer kenmerkt? Het is, ze zitten in dezelfde space, maar het zit ook een beetje wrijving. Dus ik vind het echt heel gaaf dat ik hier mag staan. Dat is één. Ik vind het heel, echt nog gaver dat jullie hier zijn. Dus wat mij betreft niets dan liefde. Ik ga ook niet een anti-verhaal houden over WordPress. Ik ga ook niet een pro-verhaal houden over Drupal. Ik ga een verhaal houden over dat we eigenlijk veel meer samen moeten werken. En dat is echt zo. En we hadden net een discussie over mensen moeten bij een community horen. Mensen vinden het prettig om bij een shulvereniging te zijn. Of mensen vinden het prettig om voor het Rode Kruis bij te horen. Of mensen vinden het prettig om WordPress te doen. Ik vind het prettig om bij Drupal te zijn, maar het is veel prettiger om ook af en toe uit je bubbel te starten. Want alleen maar binnenkeren, daar worden wij slechtere mensen voor van. En het gaat erom dat we betere mensen worden. Dat denk ik oprecht. Wie heeft hier wel eens Drupal geïnstalleerd? Wow. Noem eens één woord dat ermee te maken heeft. Niet in 5 minuten. Nood. Nee, één woord. Nood. Hoge nood, dat is C7-kwadraat. Nog een woord? Niet. Niet is ook een goed woord. Ja. Nog een woord, nog één woord. Slechte UI. Oeh. We got a bingo. Dan wil ik nog een woord horen, want het volgende is namelijk ook waar. Nee, die ga ik niet goedkeuren, maar ik ga wel zeggen ingewikkeld. Ik pas niet op responsive, dat soort dingen. Ik heb ooit een talk gehad over responsive en had die iemand gemaakt. En toen ging hij presenteren op een beamer die een andere resolutie had, waardoor het woord responsive. Ik kan trouwens erg snel praten, ik praat ook heel veel. Als jullie vinden dat ik te veel te snel praat, zeg vooral Bert, ik wil even uitleg, rust, vragen of gewoon even 10 minuten zen. Dat is ook goed. Maar anders gaan we gewoon door. Ik heb 844 slides en kan er echt heel snel doorgaan. Een van mijn andere hobby's is Blender. Dit is de laatste splash animatie van Blender. Blender is een open source tool. Als het iets is wat ik vandaag wil meebrengen, is A Tale of Two Cities. We gaan proberen de stad WordPress en de stad Drupal een beetje dichter bij elkaar te maken. Wat kunnen we van elkaar leren? Open source is volgens mij dit. Het is de allereerste open source logo en het tweede is code, license en community. Dat zijn de drie dingen die open source maken. Zonder die drie dingen heb je geen open source. Strikt genomen is open source een licentievorm, GPL bijvoorbeeld voor WordPress en Drupal. Maar zonder code kan het niet. Mensen hebben het over open source journalism, wat echt een bullshit begrip is. Dat kan helemaal niet, dat is helemaal niks. Of open source binaries, fonts die open source zijn. Dat is echt een absurd iets, dat kan niet, geloof er ook niet in. Maar het allerbelangrijkste is de gemeenschap. Ik ga proberen alle drie de dingen te adresseren over waar WordPress en Drupal dingen van elkaar kunnen leren. Over mij. Mijn naam is Bert Boerland. Op bijna elk sociaal medium denk ik @Bert Boerland, ook op Twitter. En ik ga deze slides proberen op mijn URL, op mijn site zetten, boer.land/wc22. Als iemand dat interessant vindt, want anders moet ik ze vandaag nog uploaden. Ik ben 33 jaar online. Ik hoorde van gisteren iemand zeggen dat het internet 25 jaar geleden niet bestond. Dat doet mij dan heel veel pijn, want ik was wel iemand die zat in IRC en FTP en al die andere dingen. En toen kwam het weg. 27 jaar open source, voordat het open source heette. Dus dat is echt wel een tijdje geleden. 22 jaar Drupal, voordat het Drupal heette. Ik doneerde het domein drupal.org aan Dries, de mat van de Drupal gemeenschap. Was association member of Drupal, association member, oprichting stichting Drupal Nederland, 10 jaar bestuur, startte Drupal Jam. Drupal Jam is zoiets als dit. Als je nou een leuk congres wil, moet je ook een keer naar de Drupal Jam gaan. Dat is echt leuk. Dit is leuk, dat is ook leuk. Splash Awards, dat vind ik wel interessant. Splash Awards is ook iets wat we begonnen zijn, is om de beste Drupal sites in het voetlicht te zetten. Dus wij een eigen wc één bokaal begonnen, gewoon te zeggen, hey, Drupal gemeenschap, welke is eigenlijk hartstikke Drupal gaaf. Dat is wel heel leuk om ook eens te doen met de WordPress-gemeenschap. Dus kijken of je hoe zou dat heten als je het een award gaat noemen? Nou, moet ik ook nadenken. Ik heb één core commit. Ik ben geen coder, ik kan echt niet coden. Maar ik heb één core commit, robots.txt. Daar ben ik schuldig aan. In Drupal core zit robots.txt, dat heb ik geschreven. En ik mag nu head of sales heten bij Synetic. Dat is een PHP/Drupal bedrijf in Haarlem. Per 1 november begin ik als sales executive bij SUSE. Dat is een open source bedrijf dat 30 jaar distributies maakt en hele gave dingen doet. Kennen mensen SUSE? Ja, open SUSE. Ja, ja. Nou, open SUSE en dan, dat is heel goed. Er is ook een commerciële tak van SUSE en daar ga ik dan heen. Oh, boe. Ik heb ook een website, die staat, vroeger was het boerland.com. Dat is ouder dan Google, zoals je op google.com. Ik gebruik nu boer.land, vind ik een leuke domeinhack. Dus natuurlijk gebruik ik dan Apache als webserver, toch? Nginx of Apache, wat is hier, dat veel meer is er nu toch? En natuurlijk MariaDB of MySQL. De giveaway.
Maar ik gebruik WordPress. WordPress land draait op WordPress. Kennen mensen deze site trouwens? WhatCMS.org. Erg handig om af en toe te gebruiken. Dus ik gebruik WordPress en volgens mij loop ik een puntversie achter. Klopt dat? Ja. Ben ik exploitable of moet ik even me zorgen maken? Sowieso. Let's go to the body. Kennen mensen DALL-E, de AI-unit om plaatjes te maken? Dus deze tekst heb ik daarin gegooid en dan krijg je een plaatje. Dat is echt wel de toekomst hoor, want dat moet op Drupal-modules en WordPress-modules voorkomen. En de volgende is copy AI. Dan kan je gewoon zeggen, schrijf tekst. En dan is je blog-entry af. Nou, daarna gaan we ook maken een Drupal-camp en dan hebben we gewoon een leuk camp gehad. Dat is nog gaaf. Dan hoeven we niet meer te leven, hebben we echt een meter. A pirate with a parrot on the shoulder, et cetera. En dan geeft hij dit plaatje. Klopt niet helemaal, maar ik vind het wel gaaf. Dus dit is een plaatje wat gegenereerd is door een tekst te geven aan een AI-bot. En ik wil jullie meenemen met de schatkaart die deze piraat voor zich heeft. En we beginnen bij Noord, dat was ik, de het. Daarna gaan we naar Drop, dat is zeg maar waar Drupal leeft. Heel klein village. Daarna gaan we naar Madtown, misschien hebben jullie er wel eens van gehoord, WordPress.com. De valley of de vallei van de afstand, het pad van de verbinding. En uiteindelijk gaan we met z'n allen hier graven om gewoon goud te vinden. Dat is mijn doel. Even kijken. Als we beginnen bij het dorp Drop, dat is ingewikkeld. Dit is Dries Bertaert, toen hij studeerde. Dries is een extreem slim iemand, gepromoveerd in Java Garbage Collection. Dus hij is een Belg, ik hoorde net, als ik me goed heb, een Belgisch accent. Dus het betere uit onze zuidere kant. Hij wou contact houden met zijn medestudenten. En is daarom een bulletin board gaan beginnen, zoals Slashdot was, of Corrosion, als mensen dat nog kennen. En hij wou het domein dorp.org registreren. En hij maakte een typo en het werd drop.org. Dit is de urban legend. Ik geloof er niks van. Dries doet van alles behalve typos maken. Ik denk gewoon dat hij zijn DR uit zijn naam van Dries gewoon gemengd heeft met dorp. En dacht, drop.org is ook leuk. Maar goed, ik ken Dries vrij goed. Deze vraag heb ik nooit aan hem gesteld. Maar either way, de eerste Drupal site was drop.org. En dat was een site. We hadden over Semantic Web 2.0, dat soort dingen, voordat het bestond. Dus ergens in 2000. En je moet een beetje voorstellen, als dit het dorp is, kennen mensen dit nog? Dit is mij naar mijn VWO gekost. Precies, ja. En dan zie je dat drop.org ergens in 2000, april 2000 geregistreerd is. Mensen zijn niet bang voor een terminal hier, toch? Oké, gelukkig. En dat drupal.org, wat ik dus registreerde, een jaartje later was. Dus eerst was het de site en het CMS wat eronder, omdat het drop.org was de site, en toen heeft hij Drupal, het fonetisch woord. Ik zeg Drupal, de rest zegt Drupal of allemaal Drupal of zo. Het is gewoon Drupal. Je mag het uitspreken zoals je wil. Ik zeg Drupal. Daarna is Drupal begonnen. En 1.0 is gereleased op 15 januari 2001. Dat is een magische datum geweest. Want Wikipedia is op exact dezelfde dag begonnen. Dus er zijn zo'n, weet je, we kennen Back to the Future, is ook zo'n datum ergens in Back to the Future waar alles in samenkomt, alle tijdlijnen. Nou, dat is hier ook. Dus Wikipedia. Hoe oud is WordPress? 2004. Iets later. Zo zag drop.org eruit in het begin. Dus echt, ik weet niet of mensen Slashdot, wie kent Slashdot? Ja, precies, dat is een beetje oldschool. Zo zag Slashdot er een beetje uit, een standaard bulletin board. En dit is hoe index.php eruit zag. Nou, ik ben geen programmeur, maar ik kan het lezen. En het mooie vind ik ook, er staat ook echt select stories. Weet je wel, dat was het. Je moet stories selecteren en die ga je dan ordenen. Kunnen mensen dit wel lezen? Dan hebben we hier een hele oude, dit is een beetje de learning curve van verschillende CMS'en. Het is een heel oud plaatje, want Mod-X staat er nog op en dat kent niemand meer, denk ik. Maar er staat ook Unloop en dat kent niemand meer. Oh, mag dat zijn? Is groter dan Drupal, voor de duidelijkheid. Er staat WordPress op en er staat Drupal op en er staan zo'n paar lijnen of en het is niet zo ingewikkeld. En dan heb je Drupal en dat is echt zo letterlijk zo'n cliffhanger. Maar dat is het wel hoor, want het blijft gewoon geven aan moeilijkheid. En je denkt, oké, ik heb nu één stap naar voren gedaan, waarom sta ik vijf stappen naar achter? Want het is gewoon, het blijft maar geven aan problemen. Daarom hou ik ook zo van. Voorspelbare slechte UX, dat is namelijk echt zo. En ik hoop dat mensen weten wat het verschil tussen UX en UI is. En een voorspelbare goede UI. En voor de mensen die het niet weten, wil ik het ook heel even uitleggen? Heel goed, heel goed. Sorry. UX is user experience. Nou, ga ik nog eentje terug. What is Y2K? Y2K. Y2K. Het probleem omdat we de code in 2000 niet goed hadden gemaakt, zodat je
alleen de laatste twee digits las om te kijken hoe oud code was. Nou, Y2K zijn drie letters. Want stel je voor dat je 2000 zegt, wat een letter meer is. Dit is waarom we problemen in de eerste plek hadden, toch? Ik bedoel, we gingen afkorten van 2000 of van 1989 naar 89 om twee cijfertjes te spenderen. Waarom zeg ik dat? Omdat UX net zo dom is om te zeggen, want je kan net zo goed user experience zeggen. Dus dat zeg ik nu user experience. En UI is user interface. Dus de een is hoe het voelt en de tweede is hoe, wat het is. Nou, hoe het voelt in Drupal, alles is zo. Wat het is in Drupal, alles is goed. Dus, ik heb wel eens een module geïnstalleerd in WordPress. By God. Oh, sorry, ik mag geen code of conduct. Mijn hemeltje. Wat een bagger. Dat mag ik dan hopelijk wel zeggen. Jezus, je moet echt helemaal doodschamen. Wat een video gooien ze erin. Want stel je voor dat je in de admin interface heb je erover. Als je module instelt. Of een grote banner versie 4 komt uit. Of zo hoog mogelijk in het menu voor jullie die kant. Alles maar zo hoog mogelijk in het menu. In Drupal is alles geregeld. Dus als je module installeert, dan gaat het naar /modules. En als je daarna de module wil configureren, dan slaat het op. Alle modules staan op een configuratiepagina. En als je daarna de CRUD recht wil zetten, create, read, update, delete, of andere dingen die een module kan doen, dan staat het allemaal op permissions. Alles. Dus een heel spijkerbed van oneindig veel rollen en oneindig veel rechten. Het is afschuwelijk te doen, maar het werkt en het is echt netjes en het hoort zo. En als ik WordPress installeer, ja. Oh, shiver. Oké, ik ben schijnbaar de enige die dat heeft, maar... Nee. Oké. En het tweede wat Drupal echt wel goed doet, is... ik hoorde net iemand het woord node zeggen. Wat wij noemen content, noemen wij node. En een node, dat moet je even abstract denken, dat is iets... Nou, dat is het. Het is een posttype. Maar het is niet per se een blog, of het is niet per se een vacature, of het is niet per se een event. Het is wat jij aan velde combinaties bij elkaar brengt, wat relevant is voor die content. En in WordPress, alles gaat in één... Dus hier bijvoorbeeld een content type, dat is dus een node, evenement, en dat bestaat uit een aantal velden, namelijk... dit zijn de content types die op deze site geërgerd zijn. Dus een case en evenementen. Als ik naar evenement kijk, dan bestaat dat uit een aantal velden. Dus een evenement heeft een long en lat, om eens even technisch te zijn. Dus een map, een straat, een datum, een einddatum, een tijd, een eindtijd. Allemaal velden, gestructureerde informatie. En die klik je zelf bij elkaar met no-code, low-code. Dat is het waarom ik van Drupal aan. En vervolgens ga je die invullen. Dus dit zijn de verschillende velden. En als ik ze in ga vullen, hier vul ik ze in, dan komt daarna iets uit. Oké, dat ziet er niet uit, dit is dan wel weer even eigen aan Drupal. Dus ik heb nu velden ingevuld, het is hier, aan deze plek, en het is deze datum. En dan krijg je dit eruit. Maar het mooie is, dus je kan je content, je modellering van je content zelf doen. Dus wat jij nodig hebt, hè, als jij een eten wil maken, een recept, dan kan je zelf zeggen, het duurt zo lang, het is vegan of niet. Allemaal gestructureerde velden bij elkaar. En die ga je vervolgens vullen. En daarna heb je views. En met views ga je bepalen hoe het eruit ziet. Dus met views ga je zeggen, selecteer alle evenementen in de toekomst die in Nederland zijn en langer dan een uur duren. En dat klik je bij elkaar. Select star from events where, sort by date where, date is groter dan now, etc. Mensen die SQL kennen, zouden een beetje pseudo-SQL kunnen doen. Met no-code klik je dat bij elkaar. En daar kan je facets van maken. Laat alle gerechten zien die minder dan 5 euro per persoon kosten. En by the way, zet er een facet bij, wel of niet vegan. En dan mag iemand zelf aanvinken en dan selecteert hij daarna alles. En maak ervan een RSS feed of een iCal feed of een search result, wat je maar wil. En dit is echt een compleet ander concept dan WordPress. Heb ik mensen verloren of zeggen mensen nog... Oké, cool. Ik ben een tijdje actief in die gemeenschap en in 2010 waren we echt aardskikking. Iedereen hield voor ons. We waren het mooiste wat er was. WordPress. Witte Huis ging Drupal gebruiken. Nou, daar waren we. Ik heb een paar quirks. En één daarvan, ik ben dus planoloog. Ik hou van kaarten. Ik hou van fysieke buitenkant, architectuur. Ik hou van urban decay. Herkennen mensen dat? Ik vind het heel mooi om te zien wat er niet geweest is. Dus dit is één van mijn quirks. En dit is heel raar. En mijn tweede, dus dit vind ik echt heel mooi. En het tweede waarin ik raak, en ik hou van brutalisme, met name in Joegoslavië en in Oostblok heel bekend, in Nederland iets minder, rauw. Echt zo rauw mogelijk. Vinden mensen dit mooi? Nee. Niemand begrijpt het. Oké.
Dus dit is mijn, dit is echt mijn droom, dat dank je. Want dit is namelijk een urban decay, dus het is echt helemaal ingestort en brutalisme bij elkaar. Dat vind ik het allermooiste wat er is. En dat verklaart waarom ik van Druppel hou, want... In 2008 bijvoorbeeld, dat was echt ons geheim, dit was serieus, in de innerkring in Druppel, wij wisten allemaal wat ons doel was, world dominance. World dominance, dat was echt serieus wat wij deden. Dit is Gabor, een van de, nou, een van de echt slimme, leuke gasten die aan Druppel Core veel werkt. En dan had hij een talk over world dominance, we hadden het gespeeld, de secret was uit, 2008, werelddominantie. Maar toen, er was dus nu. En nu is niet zo heel erg goed voor ons. Dus dit is, ik ken de zaak misschien BuildWiz, je kan ook een commercieel account nemen. Super handig, doe dat als je commercieel handig targeten wil. Maar dit zijn de user statistics van de top. De bovenste lijn is de top 1 miljoen sites en daarvan draait 30.000, zie ik dat goed? Ja, de WordPress, de Druppel, excuus. Zeg ik 30.000? Ja, dat is goed. Dat is niet heel veel. En dan kan je wel zeggen, ja, maar bij de top 10.000... Daar zijn we nog wel wat relevant, want daar is tot 10%, dat is waar, 10% van de top 10.000 websites gebruikt Druppel. Dat is heel gaaf, en dat zijn we echt heel belangrijk mee. En één site kan goed zijn, hè? Don't get me wrong. Maar werelddominantie is het niet helemaal. Dus toen kwam WordPress. En het hele internet gebruikt WordPress. Dus als je naar de top 10.000 kijkt, 30% gebruikt WordPress. Dan kan je wel zeggen, slagerij J van der Ven, dat is een goede site voor WordPress de rest. Maar dat is niet zo, want echt de top gebruikt ook door. En als je in de top 10.000 zit, dan heb je een website van meer dan 1 miljoen euro. Gebouwd, hè, qua bouwkosten. En dat is best wel gaaf als je dan 30%. Vind ik jullie daar eigenlijk wel een beetje trots op. Druppel heeft een functie die een pingback doet, dus een ping home. Dat standaard staat het aan, dan gaat als je een Druppel site installeert, gaat hij zeggen tegen Druppel.org: ik ben live. En dat is allemaal GDPR compliant, maar dat is ongeveer het enige. Ik ben live en ik ben versie x.i. Dus dat doen we sinds versie rood 5. Dit is typisch Druppel, niet zeggen 5, 6 of 7. Nee, echt puntreleases en zoveel mogelijk details erin. Het is echt Druppel, zodat het zo academisch waar en zo ongelukkig voor de rest van de week. Maar ergens in 2016 hebben wij een kantelpunt gehad, waarin je ziet dat we echt naar beneden zijn gegaan, substantieel. En dat we echt minder sites zijn gekomen. En dan ga ik even twee dingen zeggen. Druppel heeft geen backwards compatibility. Dus Druppel 6, heb je helemaal gebouwd, ga 50.000 euro site gebouwd, ga je naar Druppel 7 en dan zeg je tegen de klant, misschien kunnen we wat stylesheets hergebruiken, 48.000. Maar dat is het wel, helemaal opnieuw. Dat heeft heel veel voordelen, want we breken met gisteren en bouwen aan morgen. En WordPress heeft nog CSS in zich van 20 jaar geleden. En dit is echt waar. Dus het is ook echt, jullie, ik zeg even, sorry dat ik hier... maar jullie leven echt in de schaduw van gisteren wat dat betreft. Je hebt zoveel in je backpack dat je maar mee blijft nemen en je blijft je maar vooruitzetten. Dat heb je niet door, omdat de toekomst sneller is, maar het zit allemaal in je rugzak. Druppel heeft dat tot versie 8 niet gedaan. Het is altijd gebroken met gisteren, tot we erachter kwamen van ja, elke keer zegt tegen klant 48.000 euro erbij, dat is niet zo heel leuk. We zeiden op een gegeven moment, we gaan Druppel 9 zo maken, dat eigenlijk 8.21, wat toen volgens mij de laatste versie was, is eigenlijk hetzelfde als 9.0. Ga je gang, je wou iets zeggen of niet? Nee. Oh, je beweegt gewoon je hand. Mag wel iets zeggen. Dus eigenlijk hebben wij daarom ook een, heel weinig, dus Druppel 7 is eigenlijk al lang end of life. En Druppel 8 is echt end of life. En nu komt het ingewikkelde, maar Druppel 7 is niet echt end of life. Druppel 8 wel, maar Druppel 7 niet. En dat komt omdat Symfony in core zit in 8 en niet in 7. En Symfony is upstream, dat is een PHP framework voor mensen die het niet kennen. En dat is end of life gegaan. Dus 7 zitten wij echt op live support te doen. Dat hangt echt al heel lang aan zo'n touw. 14 jaar geleden gebouwd, 12 jaar geleden gereleased. En nog steeds is dat 7, als je het optelt, de 7 is 460.000 sites. Dat is de helft van al onze sites. En eigenlijk 8 is end of life. En dus eigenlijk gewoon niet beheerd, unsecure en onveilig. En dat is ook een, nou ik gok even 150.000 sites. Dus eigenlijk, als je echt kijkt, kun je dit er allemaal afdoen. En de Druppel Association, wat onze beschermheerenvrouwen is van de gemeenschap, heeft besloten dat ze 7 nog steeds supporten, ondanks dat het 17 jaar oud is. En onder andere, denk ik, omdat het anders echt compleet irrelevant is. Want
wat ga je doen met een 14 jaar oude website die D7, Drupal 7 gebruikt? Nou, die ga je naar WordPress porten of je laat hem staan. In het eerste geval is heel erg, in het tweede geval is nog erger. Nee, je hebt gelijk. Het eerste geval is erg, heel erg. Nee, maar dat is wel, een unsecure website is nog erger. Dus dit is de reden waarom, en dit is echt heel ernstig, want dit betekent eigenlijk gewoon, vroeger zeiden we, given enough eyeballs, all bugs are shallow. Als er maar genoeg installaties zijn, werkt open source wel in je voordeel. Maar het aantal eyeballs wordt wel heel erg hard naar beneden gedrukt op deze manier. En ik vind het ook mooi dat Joost, ik weet niet, ken de manager Joost? Schijnt iemand het? Nee. Joost, die heeft het altijd over Drupal, Joost moet misschien zeggen, als de formerly big open source CMS. En zo noemt hij ons ook continu. Wat bijna een geuzennaam is geworden, vind ik zelf. Maar het is wel zo, hij heeft een Drupal module ooit laten ontwikkelen voor zijn dienst, Joost. En die had in 1 uur WordPress, heeft evenveel installs, namelijk 40.000. Als alle Drupal sites ooit. Dus dat is even om gewoon perceptie. In 1 uur heeft hij meer download van WordPress van zijn module dan alle Drupal sites die er zijn. Nou, toch doen we dingen wel goed, vind ik zelf. Dus ik ga een paar dingen zeggen waarvan we echt, als jullie iets willen leren, als jullie iets willen doen, dat is niet een pro-Drupal verhaal. Dat is, hoe gaan we WordPress beter maken met de Drupal-kennis? Content modellering. Stop eens met jezelf een web-CMS te noemen, echt get real, weet je wel, we hebben chatbots, we hebben audio, stop met jezelf pagina's te noemen, echt stop met dat hele concept, ga weg daarvan, het web is veel groter dan webpagina's. We hebben headless installs, we hebben content as a service, daar moeten we echt mee kappen. Security team, alle 1.0 releases modules van Drupal worden gescand. Nou, heeft iemand een bad, ooit een slechte experience gehad met een WordPress plugin? Nooit, niemand. Nee. Maar wat is dat een jungle, zeg. Gamification, dit is echt het allerbelangrijkste, denk ik, wat jullie heel makkelijk kunnen leren. Als in Drupal, als je een contributie doet, dus door code te committen, een bug in te dienen of een congres te organiseren, krijg je punten. Wat doe je ermee? Weet ik veel. Kijkers, kijk mij schaaf zijn. Ik heb geen idee. Maar je punten, het is gegamificeerd, je bijdrage bij Drupal. En wat het mooie hiervan is, het bedrijf waar je voor je werkt kan die punten claimen, of andersom, je kan de punten aan het bedrijf geven. En de ranking in zijn sponsors wordt gedaan op basis van je contributies. Niet op basis van hoe groot je portemonnee is, een beetje waar, dan zijn we prima en dat soort dingen. Maar met name op basis van hoe groot je handen zijn. Zeg ik verkeerd, maar goed, hoe groot je contributie is. En dit is een systeem dat nu door GitHub ook gebruikt gaat worden. En dit is echt wel iets wat we moeten kappen, want wat is WordPress een... Welkom. Oh. Het was net positieve dingen over WordPress aan het zeggen. Wat ik echt ook heel veel beter vind, internationalization en localization, is ook een Europese bedrijf, maar zit in core en werkt. Punt. Altijd. En niet een beetje, niet met een module. Ook als je multisite hebt, het werkt. En dit is echt wel iets waar WordPress echt wel iets kan leren. Best practices. Wij hebben, kennen mensen Symfony? Ja. Schijnt best wel een ding te zijn. Hebben wij een core? Kennen mensen Composer? Ja, schijnt best wel een ding te zijn. Hebben wij ook. Dus, er zijn echt wel dingen waarvan ik denk, goh, wat is wakker, we leven niet meer in 2021. Dat zou best wel zijn. Drush, een command line interface, je kan alles automatiseren met Drupal. Dus als je een install wil doen met Drupal, doe je een commando, Drush. Kennen mensen apt-get of RPM of dat soort dingen? Nou, dat is het, maar dan voor Drupal. Dat hebben we bij WordPress ook. Weet ik, ik zag gisteren een sessie erover, maar nog niet zo ver als Drush. En dit vind ik zelf al. Kennen mensen van GPL? Nee. Weten mensen wat voor staat? General Public License. Dat betekent dat we algemeen een licentievorm hebben. Een van de grotere open source licentievormen. Hoe werkt dat bij WordPress? Nee. Wat vond ik gek, want ik kan gewoon een WordPress module kopen die ik niet kan krijgen als ik geen geld geef. Dat is GPL conform. Mag ik hem daarna distribueren? Ja. Ja. Waarom gebeurt dat dan niet? Waarom is het niet gebeurd? Dat gebeurt. Oké. Maar ze vermijden het wel en je betaalt eigenlijk voor het onderhoud en de updates. Nee, maar dat is prima. Dat is een goed businessmodel. Ik kan ook modules kopen die geconfiskeerd zijn. Dan moet ik een of ander PHP die programma installeren wat het soort de code niet kan lezen. Mag dat? Nee. Maar dat wordt wel gedaan. Ja. Wij hebben een issue queue en een documentatie echt wel wat beter is, denk ik, maar daar kom ik straks op. Maar de hele andere kant is vanuit Drupal. Hebben mensen wel eens een vliegtuig gemist? Ik kan de lopen, want ik denk echt serieus meer dan 10. Dat is echt gênant. Ik heb echt een keer, ik geloof 36 uur gedaan om van Praag hier naartoe te komen, 3 vliegtuigen gemist. Waar ik wel helemaal niet uit gehad.
Maar als je nooit een vliegtuig hebt gemist, betekent dat je te vroeg op het vliegveld bent. En dit is een slogan om een andere manier te zeggen. Perfect is the enemy of good. En druppel is altijd perfect. Alles is perfect. Echt alles. Maar het werkt niet. Weet je wel? Dus daarom ben ik heel blij met WordPress. Want het werkt wel. Dat is misschien niet perfect. En het tweede wat druppel echt verkeerd is. You're not the user. Dus druppel maakt modules voor zichzelf. 99% van de druppel is in crowd voor developers. Dus wij hebben Drushed, onze tool om command line te doen. Ah, dat vinden we geweldig. Want dat dekt ons. Ja, dat de site er verder niet slecht uitziet als die uitgerold is, geautomatiseerd, who gives? Ik bedoel, dat is voor de gebruiker, toch? Ik ga even naar Meta. Dus ja, dat is best wel een grote stad, toch? 43% van het internet. Ja, dat vind ik echt wel... 43% van het internet kan niet ongelijk hebben. Zitten mensen op Twitter? 43% van het internet kan echt wel ongelijk hebben. maar goddammit, they sure try. De slide waarmee ik de populariteitsprijs misliep. Is er een populariteitsprijs aan het eind? Nee. Oh, nou dan loop ik er niet mis, dat is goed nieuws. Admin UI is een draak. Echt, gooi alles in de hoofdinterface, doe maar zoveel mogelijk. Er zijn geen... Als er standaarden zijn, houdt niemand zich eraan. Herkennen mensen dit? Zo hoog mogelijk in een menu en met video's, GDPR en zo, whatever. Alles gewoon erin gooien. Plugins is een jungle, echt, het is een security pitch, ik weet niet, maar het is echt ongelooflijk. Kwaliteit is lachwekkend, echt, er zijn mensen die modules maken van ik echt denk, nou, ga alsjeblieft terug naar de lagere school, en waarschijnlijk zitten ze daar nog op. GPL is een name-only, dat is een discutabel iets, maar ik vind het wel dat het iets te vaak aan het randje van de GPL zit. Kennen mensen het begrip benevolent dictator? Nee. Dat is een dictator die goed is voor het volk. Dat is eigenlijk wat de letterlijke vertaling van benevolent dictator is. En Dries is onze benevolent dictator, zoals Linus is voor Linux. Rasmus Weerdorf was of is voor PP, etc. Elk project is wel gestart door een man of een vrouw en dat is eigenlijk heel vaak een benevolent dictator. En zo is Matt de benevolent dictator van WordPress, toch? Maar is hij benevolent? Nee. Nee? Maar waarom is hij dan de baas? Nou ja, wat dictator, maar toch. En ik vind het echt wel een achterwaarts systeem. WordPress is nog steeds PHP 5 compliant? Nee, altijd niet meer. Volgens mij niet meer. Nee? Oké, dat loopt niet zo. Maar PHP 5 is ook al een jaartje of 8. PHP 7 is ook al. Precies. Ja, maar daarvoor is WordPress bij release van PHP de volgende versie compliant op dag 1. Nou, dat wel. Maar dat zijn we dan proberen ook. Ken je mensen begrip Schumann software? Ja? Wie kent het niet? Oké, Schumann software was dat Volkswagen had ingebouwd in de auto's dat ze hartstikke energiezuinig waren. Met name als ze ontdekten dat ze op de rollerbank stonden. Als de auto ontdekte dat hij op de rollerband stond, dan ging hij minder emissie uitstoten. Dus zat hij de meting te faken. Er kwamen hele goede ratings uit, omdat hij zag de auto ik sta op een... Begrijpen mensen dit? Ja. Oké. Kennen mensen deze module? WP Optimize? Oh ja, dat is mooi. WP Optimize? Ging naar een, als ze gemeten werden door een tool als Lighthouse of webpage test of andere performance test, ging een JavaScript uitsnellen. Lekker sneller worden. De spiegeltjes inklappen, dan gaat het sneller. Maar ja, ik wist niet wat ik. Dit is een druppel echt. Dan ben je dood, ben je weg. Dan kan je nooit meer een module maken. Je identiteit, want je hebt echt een identiteit in druppel, dat is weg. Dat is een onmogelijkheid dit. En bovendien code wordt gescand. Hoeveel mensen hebben deze code gezien? Dit is 2 jaar live gestaan. Dus many bugs and eyes en dat soort dingen is gewoon niet waar. Maar goed, 42% van het internet heeft nog niet gekregen. Heel kort over wat ons breekt. Drupal is dev-centric, WordPress user-centric. Drupal heeft content-centric. Dus we gaan van een content uit. En WordPress is nog steeds page-centric. Je hebt een first column en een last column, om het iets te noemen. Dat is helemaal niet zo, want ze kunnen ook onder elkaar staan. Dus ze kunnen trouwens van right to left language omgekeerd staan. Maar dat is een mindset, dus we gaan nog steeds van 1 pagina uit. Drupal heeft extreem goede security, durf ik echt hardop zeggen. Nou, WordPress heeft wel auto-update. Dat vind ik heel mooi, persoonlijk. Ja, ik heb geen OTAP-straat voor mijn eigen site, dus ik vind het hartstikke goed dat ik gewoon een knopje klik. En dat wel goed. Wij zijn formerly relevant CMS, maar Drupal heeft, WordPress heeft echt world dominance. 43% van het internet, en dan dicteer je, wat ook een nadeel heeft. Drupal is heel erg een tool zoekende naar de audience, zeker nu dat we wel wat tractie hebben verloren. Trouwens, er werken nog steeds extreem veel mensen
aan code. Hè. Het is echt een hele grote gemeenschap met honderdduizenden. Dus het klinkt als een slecht verhaal, houden, dat is echt niet zo. En WordPress zegt gewoon, wij hebben ook een audience naar het internet. Wij hebben geen... Mensen weten wat het verschil is tussen copyright en license. Copyright heb je altijd. In sommige landen kan je er geen afstand van doen. Licentie is een vorm die zegt, je mag dit gebruiken onder deze condities. Bijvoorbeeld ook een open source license. Als ik het goed heb, als je aan core bijdraagt, moet je het copyright overdragen naar... is dat niet meer waar? Of ook nooit geweest? Volgens mij is het wel. GPL. Nee, ja, again, license en copyright. Als je het code contribueert aan core, moet je het copyright overdragen aan, hoe heet de club, Advo? WordPress Foundation. Volgens mij is het nog steeds waar. En zij zijn eigenaar van de code. Nee? Oké. Ik dacht dat het zo was. Either way, één bedrijf ownt het wel de facto. Dat is toch wel waar. Eén bedrijf bepaalt het. Ja, PHP best practices staan echt bij ons wel iets hoger, denk ik. En wat ik bijvoorbeeld heel belangrijk vind, dus alles in een WP post, jezus, dat is echt... We hebben een database, oh, we hebben één tabel, gooi er maar in. Weet je, dat blijft maar doorgaan. Plugin dependencies is iets raars in de WordPress gemeenschap, klopt dat? Bij ons is dat heel normaal, dat je gaat zeggen, hey, ik heb iets gaafs gebouwd en ik bouw de schouders van giganten, niet alleen op Drupal Core, maar ook op een andere module. Je hebt deze module gewoon altijd nodig, zoals je vroeger RPM's, apps en dependency hell hebt. Maar goed, dat is gewoon wel. Een module gebruikt een andere module en dat is heel normaal. Sterker nog, anders moet je het kopiëren. En dat is echt iets heel raar concept. Dus je hebt altijd gestapelde zaken. 5 minuten. Dit zijn Matt en Dries overigens. Dus op weg naar de brug. Intussen gaan ze iets beter. Ze hebben allebei, ik weet, Dries heeft zijn bedrijf gekocht voor meer dan een miljard, Acquia. En ik denk dat Matt ook niet helemaal, die heeft denk ik ook wel wat aan overgehouden, toch? Ik heb ook economie gestudeerd. En dit is economics 1.0. Dus echt de laagste vorm van economie. Stel je voor dat er een lijn is in het strand, met een blauw deel waar een licentievorm is en een oranje deel. Roze, ik ben een beetje kleurenblind. En stel je voor dat in het blauwe deel mag een patatzak staan en in het roze deel mag een patatzak staan. Ja? Waar gaan ze staan? Zodra, stel je voor dat er even distributie van een aantal patatkopers is. Lees, website. Als Drupal een beetje jullie kant op beweegt, dan gaan die mensen hier, zijn dichterbij. Als dat hun enige criterium is, niet hoe lekker het is, maar is het dichterbij. Dan gaan de mensen die dichterbij zitten daar naartoe. Dit is een heel logisch iets. Dus wat WordPress doet, en dat is even niet of het WordPress eerst of niet, maar wat gebeurt, is dat mensen back-to-back gaan staan. Is het het beste voor de mensen? Nee, want iedereen moet verder lopen, of gemiddeld moet men verder lopen. Hè? Maar het is wel het beste. En dit is de reden dat we meubelboulevards hebben. Ja, ik kom er ook niet voor mijn lot. Ik kom er ook niet. maar er staan er 5 naast elkaar. En dit is de reden waarom het werkt. Dus eigenlijk zouden WordPress en Drupal veel meer samen moeten werken, om het beste te bieden voor onze klanten. Ik vergelijk dat met Open Monumentendag. Dat is 1 dag in het jaar. Als elk museum gaat zeggen dat ze een eigen open dag hebben, dat zou leuk zijn, maar dan ga ik ze allemaal langs gratis. Dan ga ik toch, dat zijn Nederlanders toch? Dus je moet samenwerken om een open monumentendag te maken. Nou, even kijken hoor. Ik ben een groot fan van Corbusier. Kennen mensen Corbusier? Ja, heerlijk. Ook iemand die brutalisme echt in de koor heeft. Maar ook iemand die zich schuldig is aan hoe de Bijlmer is ontworpen, namelijk een woonlaag en een leeflaag of een recreëerlaag en een autolaag. En dat model, het scheiden van dit soort dingen, dat werkt niet. Kennen mensen deze man? Dat is, staat erbij. Oh nee, staat er niet. Hij was socialist en hij heeft de beurs van Berlaag gemaakt, hens het was Berlage. En die heeft daar bestaat gezamtkunstwerk. Dus in de beurs van Berlage zijn sculpturen, glas in lood, socialistische kunst. En dat werkt omdat het een gezamtkunstwerk is. Ik vind het een geweldig mooi Duits begrip. En ik geloof dat echt, dat we stoppen met te denken, dit is Drupal en dit is WordPress. Maar dat we echt samen moeten werken om een gezamtkunstwerk te maken wat groter is dan wij zelf zijn. En dan ben ik echt te stoppen met denken, hé, ik moet in mijn eigen silootje gezamtkunst werken. Nee, we moeten samenwerken met SUSE Linux. We moeten samenwerken met Apache, met Nginx, met Varnish, met alle andere tools. En er zijn heel veel bewegingen voor die dat doen. Hè? Dus je hebt... de open webbewegingen. En wat ik heel graag zou willen, mijn hand is uitgestoken. Ik heb enige invloed in Drupal Nederland. Ik ken er wat mensen en ik hoop.
ga met me babbelen of ik baan met jullie babbelen, maar we moeten een universal open beweging kunnen beginnen. Waarbij we echt gaan zeggen, hey, het is open by default voor de overheid, voor het bedrijfsleven. En daar wordt iedereen beter van. En ik wil heel graag dat samen met jullie doen. Een universal open iets maken. En dit is eigenlijk het echte deel, als ik terug mag naar de schatkaart, Pangea, toen we één werelddeel waren. Er is veel belangrijker dan tegen elkaar opvechten, met frenemies noemen en tegen elkaar zeggen dat je niet lief vindt. Ik wil echt heel graag samenwerken, want wij kunnen echt veel meer samen. Dus mensen die mij op Twitter volgen weten dat ik s'avonds altijd een natte zoen geef. Dat doe ik al 15 jaar. Dus dit is mijn talk, dank jullie wel. Echt perfect! Ja, ik heb een paar slides gemist. Zijn er vragen? In principe, Drupal zou je kunnen zeggen is beter in de achterkant en WordPress beter aan de voorkant. Dat denk ik absoluut. Waarom maak je niet een schil in Drupal die op WordPress lijkt? Ik ken Divi. Kennen mensen dat? Dat is een page editing tool. Top. Ja. Waarom? En dat is denk ik een van de krachten wat echt heel goed laat zien waar WordPress goed in is. Namelijk, je kan er van alles van vinden en ik vind er van alles van. Maar het is heel erg dicht bij WordPress. Er bestaat zoiets, SuperSeams, dat heet nu DXDP, in WordPress, in Drupal. Alleen dat is veel en veel moeilijker, want Divi koop je voor 4 tientjes en heeft een audience van 4 miljoen sites potentieel. En SuperSeams heeft zoiets. Dus het bestaat wel. Maar 10 templates, wij noemen dat themes of templates, is gewoon een heel andere markt in Drupal. Want ik werk voor een commercieel Drupalbedrijf en een gemiddelde site bij ons begint bij €50.000. En ik denk een gemiddelde WordPress site begint de site bij €5.000. Dus wij bouwen altijd custom themes. Ja, maar je zou zeg maar een Drupal site kunnen maken die lijkt op een WordPress site. Dat je dan inlogt, je denkt dat je in WordPress zit, maar je zit eigenlijk in Drupal. Dat zou je kunnen doen in Drupal. Dat zou je kunnen maken, zoals je op Windows 5 andersom kan het niet. Je kunt geen WordPress maken waarbij je denkt van ik zit in WordPress. Oh nee, ik zit toch stiekem in Drupal. Maar andersom kan het wel. Ik denk dat WordPress is begonnen als blog engine en is een CMS geworden. En raakt echt wel de kanten, want de database representeert dat helemaal niet. En Drupal is echt een webplatform of een web CMS wat een platform is geworden. Wij doen er echt. Nou, dus een grote telco waar alle schermen die er staan in een heel groot datacenter, waar alle threads worldwide zijn, en die komen allemaal uit het systeem dat ik ooit gebouwd heb, of verkocht, moet ik zeggen, dat klinkt iets dommer. Maar om aan te geven, Drupal wordt echt gebruikt in de kern van heel veel dingen. Dus het kan ook een WordPress zijn. Ja, maar waarom denk jij dat ze dat niet doen? Want ik bedoel, maak een Drupal site die lijkt op een WordPress en iedereen denkt van, oh, ik ben in WordPress, maar stiekem ben je dat niet. Waarom doet niemand dat? Omdat je dan beter WordPress kan gebruiken. Want WordPress is aan de achterkant slecht. Ja, ik weet het niet. Misschien is dat een gouden lijn. Maar laten we, wat we wel kunnen doen, tenminste, ja, dat kunnen we doen. En wat we ook kunnen doen, is gewoon zorgen dat die gemeenschappen dichter bij elkaar komen. Accessibility samen gaan oppakken. Ja. Of design thinking samen gaan adapteren. Om te kijken hoe we beter kunnen worden als het gaat om templates. Maar dat is wel de makkelijkste vorm. Ja. Je waren bezig met Gutenberg. Hoe is dat gegaan? Drupal Core tot 2-3 versies geleden had geen HTML editor. Wij vinden gewoon dat je Markdown of gewoon plain text moet gebruiken. Om aan te geven hoe dev-centric de tool is. Hè? Dus geen HTML, ook geen eens een page editing. Dus op een gegeven moment hebben we CK editor gebruikt. Er is een module die Gutenberg zegt al verkeerd excuus voor de heer Gutenberg. Kan gebruiken. Ik denk dat het redelijk gestorven is. Zoals ik het ook niet de kracht van WordPress vind. Er zijn wel page editing tools, dus je hebt wel manieren om drag and drop te doen. Maar ook dat is uit core gehaald, omdat wij vinden dat het niet puristisch is. Ja. Die gamification is wel interessant, maar dat heeft ook al een paar keer bij WordPress op tafel gelegen. Mm-hmm. Maar wordt dat enkel gemeten naar code toe? Want dat is maar één van de 30 manieren waarbij je kan contributen. Ja. Je kan punten krijgen voor een bug indienen, voor een bug voor documentatie, voor codecontributies en voor het organiseren van congressen of het woord prediken. Dat is iets moeilijker te meten, want code is natuurlijk rechtstreeks in Git gekoppeld. En het wordt, als je iets gaat gamificeren, wordt het misbruikt. Dus er zijn mensen die niet één bug indienen, maar 10 bugs indienen die eigenlijk één bug zijn. En ik denk dat dat bij WordPress nog harder zal gaan, want die gemeenschap is iets meer. Nou, ik denk dat dat sneller zal gaan. Ja, dat de vraag is, omdat het afgeketst is. Dat klopt. Maar de vraag is nu,
Worden we er beter van? Worden we er slechter van? En het antwoord denk ik echt oprecht, ondanks dat ik het afschuwelijk vind hoe het gaat, dat het eindresultaat beter is met gamification dan zonder. Ja, maar WordPress heeft al gamification, maar anders. Also, je kan badges krijgen als je het... Je bent hier spreker, jij krijgt een WordPress badge. Je krijgt een sticker. Ja. Een sticker? Sticker? Ja. Heeft hij ook stickers? Ja. Dat is de zin die ik uitsprak toen Twitter in ben. Dan krijg je van als je een documentatie schrijft, krijg je een badge. Ja. Maar wat ik ook op profiel van WordPress. Ja. Ah, oké, goed. Maar dat is het dan ook hoor. Van, ja, ja, dat is het. Maar dan kun je wel mee pochen hoor. Ja, ja, dat ga ik ook zeer zeker doen. Maar dan moet ik eerst een account aanmaken op WordPress. Ja. Maar ik vind het heel goed dat dat gebeurt. Nog meer vragen? Dank. Nou, ik heb nog wel een vraag, want ik, ik vond jouw verhaal fantastisch, dat als eerste. Ik vond het heel fijn ook dat er zo'n lekker tempo in zat, ik ben er door. Nou ben ik een gebruiker van WordPress. Ik hoor jou vertellen van hoe kunnen we gemeenschappen bij elkaar brengen. Dan denk ik, ja, maar dat zijn hun, de grote. Ik voel me dan een soort muis. Wat kan ik in al mijn muizigheid dan ook doen om te denken van, hé, hey, ik draag iets bij aan het beste van die beide werelden bij elkaar brengen. Ik heb mijn kinderen al verteld dat er is maar één doel wat er is in je leven, en dat is namelijk de wereld beter achterlaten dan toen je me aangetrof. Dat geloof ik oprecht. Daarom ben ik actief geworden in open source. En ik denk dat je dat ook kan doen door kleine stapjes te doen in je gemeenschap, buiten je gemeenschap. Dus jij hebt hier een podium net zo groot als het podium is wat ik heb. En zeg je wat op een groter podium zien staan dat ik mij goed. Je kan dit woord kan je prediken zoals je op elke manier wat je wil. Net zoals het gamificeren niet stopt bij code, hoeft het woord prediken of het samengaan of de beweging starten niet te beginnen nog eindigen met code. Dat denk ik oprecht. En het bewustmaken bij je werkgever of in de richting een overheid of dat we moeten samenwerken en dat het beter is voor iedereen. Dat geloof ik echt. Nou, mooi einde volgens mij. Dankjewel. En dankjewel dat jullie er even waren. Dat ik hier mocht spreken als WordPress, niet, ja, wel gebruikt, maar in ieder geval een randje van WordPress.